Jij bent Susanna Borst, toch? Ja, dat ben ik. Hi, ik ben Jan Willem. Donderdag 18 oktober in De Doelen. 19 oktober in het Muziekgebouw aan het IJ. Een iPad-concert. Ja, inderdaad. Dat is door Ned McGowan gecomponeerd. Dat is een stuk voor solisten die iPad speelt en orkest. Een iPad-concert. Kan je een heel concert geven met een iPad? Ja, dat kan zeker. Want wat je eigenlijk speelt, je speelt niet alleen maar iPad. Je speelt verschillende apps. Dus ik gebruik voor dit stuk gebruik ik 8 verschillende apps. En dus je zou het kunnen beschrijven dat je 8 verschillende instrumenten speelt. Want elk app werkt wat anders. Sommige zijn meer spelen met melodie, andere maken met geluid. Sommige zijn percussiever. Sommige apps zijn meer zo'n keyboardachtig ding, zoals een piano. Dus je speelt eigenlijk met verschillende klanken en die zijn georganiseerd. En dat is muziek. Je gaat het even voor ons demonstreren. We kunnen meekijken op het scherm. Daar is jouw iPad weergegeven. Nou, gooi er even met de pet naar, zou ik zeggen. Nou, bijvoorbeeld, ik kan zo'n heel mooie cello kan ik ook imiteren, zeg maar. Kan ik dus beginnen, bijvoorbeeld. Heel laag spelen. Wat is het hoogtepuntje uit het concert? Het allermooiste, de beste app? Ja, er zijn heel veel mooie plekken in. Je hebt bijvoorbeeld van die patterns, dan kan je op geen ander instrument spelen, gaat dan zo. Dit soort dingen, dat is gewoon heel leuk om te doen. Er komt een hoogtepunt. Ja, dat is moeilijk om het geheel te... Het meest grappige geluid, laten we dat eens doen. Maar dat zijn dus verschillende apps. Wat is de gekste? Die waarschijnlijk... Ik vind dit heel leuk. Dan mag je hier die doen. Als je niet crasht. Dat doe je dan samen met de strijkers. Dat is gewoon superleuk. Wat ben je handig met dat ding? Ja, je moet er wel leren, maar je wordt, het is leuk. Maar hoe leer je dan zoiets? Dat is allemaal autodidactisch? Ja, in principe wel. Het werd een keer uitgevoerd door iemand, dus het helpt als iemand dat al heeft gedaan. Ik heb al kunnen vragen hoe ze het heeft geleerd en kon ik een paar trucjes afkijken. Maar je speelt zelf al een instrument, neem ik aan. Je hebt wel iets van muzikaliteit. Ja, ik ben muzikus, ik speel blokfluit. Ja. Dat wil wel helpen dan? Dat helpt. Heel leuk. Alle apps die jij gebruikt zijn terug te vinden op onze website radio4.nl/virus. Dit is natuurlijk maar een korte demonstratie. En als we je live in actie willen zien, dan gaan we donderdag 18 oktober naar De Doelen. Of 19 oktober naar Muziekgebouw aan het IJ. Dankjewel. Ja, dankjewel.